En dan schiet hij erin? Schiet het erin, ja. Maar wat doe je dan? Want je moet niet verzuipen. Ja, nou ja, het enige wat je kan doen is op dat moment stoppen. Ja, in deze vlog over de overgang gaan we het hebben over spierkramp. Ja. Heel irritant zijn die dingen. Precies. We hebben gelezen op internet dat het niet per se met de overgang te maken heeft. Maar wij hebben heel erg het gevoel dat we sinds we in de overgang zitten daar veel meer last van hebben. Zeker. En wat we ook lazen is dat het in ieder geval komt door een gebrek aan magnesium. Maar om te beginnen, Pien, wanneer heb jij nou veel last van kramp? Welke momenten zijn dat? Wow, nou sowieso heb ik heel vaak krampen gehad op de tennisbaan. Ja. Als ik dan een potje speel, wedstrijden en dan ineens schiet het erin. Echt verschrikkelijk pijnlijk. Ja. Echt niet leuk. En jij bent bloedje fanatiek. Ja, ook dat nog. Dus dan wil ik heel graag die pot afspelen, maar dat kan soms niet eens meer. Dus dan dupeer ik mijn partner, de tegenstander. Heel irritant. Ja. Ja. En 's nachts? Ja, dus heel erg. 's nachts. Ja. Verschrikkelijk. Dan schiet het erin gewoon in mijn voet. Kuit en soms zelfs hier aan de hamstring. Ja, ik heb het ook 's nachts. Maar ik heb het heel erg zo heel veel in mijn voeten. Ja. En ik heb het ook heel vaak ook in mijn voeten met zwemmen. Ik heb een zwemlesje eens in de week en dan krijg ik allemaal opdrachtjes. Ja. En dan af en toe moeten we sprinten. En vooral als ik moet sprinten, dan wow. Gelijk. Ja. En dan schiet hij erin. Schiet het erin. Ja. Maar wat doe je dan? Want je moet niet verzuipen. Ja, nou ja, het enige wat je kan doen is op dat moment stoppen en rekken. Weet je wel, zo dat je ze tegen doet. Maar eigenlijk moet je het voorkomen. Ja, natuurlijk. Dat laat je vertellen. Hoe voorkom jij het? Nou, het grappige is dat ik op de tennisbaan wel eens een dropje van iemand krijg. Want die zegt, neem nou wat zouts. Ja, ja. Weet je, dan heb ik al veel water gedronken. Hè? Ja. Dat lezen we overal. Volgens mij is dat bij jou ook zo. Dat je dan meer water drinkt. Ja. Zeker met sporten. Water helpt, maar zo'n dropje op een of andere manier lijkt wel alsof dat nog beter helpt. Ja, omdat misschien het vocht vasthoudt ook. Dus, en wat ik dus ook wel doe, is een bouillonnetje tussendoor. Oh, dat is ook wel op de tennisbaan. Of gewoon, dan houdt ook vocht vast. Dus ik denk dat dat handig is. Vocht vasthouden, dropjes, bouillon. En waar we het net over hadden, magnesium. Want dat is echt wel iets. Ja, en dat zit dus in water sowieso. Ja, magnesium. Water. Ja. En in? Bananen. Ja. Avocado's. Noten. Ja, zeker. Volkoren brood. Even kijken, waar zat het allemaal? Groene bladgroenten. Okay. Heel belangrijk. Spinazie. Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, vooral, volgens mij is de kern kramp beter voorkomen dan dat je het eenmaal hebt. Zeker. Door zorgen dat je heel veel producten eet en drinkt waar veel magnesium zit. Toch? Ja. En als je niet redt, dan een supplement. Dat helpt. Drop en bouillon.